Oh yeah, 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 Even kijken. Getting. Even iets fixen. Normal. Oké, okay, hallo allemaal. Mijn naam is Tom en vandaag ga ik weer verder met uh, Tom's Minecraft. En dit is episode uh, 78, denk ik. Dat maakt helemaal niet uit. It doesn't really care. Uh, matter, bedoel ik. I don't care. Maar ja, ehm. Um, ik ben net dus uh, terug nog van het keven. Dit is eigenlijk gewoon wel een uh, anderhalf week later. En eh. Uh, ik ben wel zo tevreden over die episode, want ik heb echt heel veel positieve feedback gekregen van jullie. Iedereen vond dat Q&A leuk, en voor mij willen jullie gelijk wel een nieuwe. Maar ik zou jullie zeggen, verwacht maar niet eentje binnen twee à drie maanden. Misschien over drie maanden wel weer, als jullie het echt heel graag weer willen. Maar dan, ik ga niet dezelfde vragen beantwoorden die ik dan, uh, als ik die krijg. Maar ik ga gewoon alleen vragen beantwoorden die uh, gewoon nog nooit zijn uh, voorgekomen. Maar ja, um, als het eindje lopen, was ik net de weg kwijt. En dit is al het uh, binnengehaalde. Plus uh, dit nog. Hartstikke veel iron, moet ik zeggen. Dat is weer goed, want uh, ja, ik ben iron verslaafd. Ik weet het. Ik heb een volledige beacon. Uh, met, uh, iron, met, uh, met, We uh, een volledige piramide van vijf uh, beacons. En ik heb nog zelf nog iets van vier stack iron blocks... Maar ik heb gewoon geen, niet genoeg iron. Ik weet niet waarom. En by the way, hier. Heb je de rivier al gezien? Vast toch niet? De rivier loopt hier nu gewoon mooi. Om uh, het eiland heen. En verder, uh, alle bomen zijn een beetje weggegaan. En ik heb dit afgesloten van die koeienfarm. Omdat ik uh, eerst dat koeien hier wil breeden. Maar ik heb er uh, nauwelijks meer uh, aan gedacht om dat te doen. En ik heb wel wat plannen voor dit gebied hier. Dit, dit, gewoon het eiland zelf. Die nog steeds geen naam heeft. Want uh, ik heb uh, een aantal suggesties gekregen van jullie, maar ik was nog geen enkele naam van. Ik dacht zo van, dat wordt hem. Maar ja, um, wat ik eerst wil doen is echt elke boom van het hele eiland ver ver verwijderen, dan wat terraforming doen en vervolgens gewoon um, bomen strategisch plaatsen. Dat ze bijvoorbeeld, uh, ja, moet ik zeggen, um, dat het echt, oh, een beetje lag hier. Dat ze um, een goede vorm staan. Hmm, waar had ik het eigenlijk over? Het is alweer een uh, tijdje later dat ik dit weer uh, record. Want ik had nogal zware lak-problemen. Volgens mij moet ik mijn computer even herstarten of wat geuren vrijmaken. Maar ik heb daar even geen zin in, omdat uh, ik lui ben. Dus uh, ja, ik ga even naar de village toe, want ik wil jullie wat laten zien. En in ieder geval hier het volgende. Ik heb hier wat uh, mee toegebracht. Zoals dus je hier ziet: een written book. Een andere die wil En er zit toch eentje hier. Hey. wat? Hoe zijn het er wel? 13? Zijn ze gedupliceerd? Serieus? Wat de fuck? Aan de kant. Is bang voor tracks of zo? Hm. Even Kijken. Ten, ten, ten. Nee. Wat een debiel. Wat een aap. Wat een aap. Even kijken. Oké, okay, ze zijn gedupliceerd. Vreemd. Had Ito ook een keer, by the way. Maar ja, zoals je ziet, ga je vast afvragen. Dit is het allemaal. Nou, ik ben uh, uh, begonnen met het uh, exporteren van de villagers. Uit uh, um, die shit daar. En ik heb dus het uh, trek aangelegd. Die stond er al. Ik heb het helemaal omringd veilig gemaakt. En Dit is niet heel erg veilig, dit. Maar ik had geen fences meer. En dan gaat hij hier langs. En dan floep. En dit is een hele coole villager. Kijk eens, hoe goedkoop! Dat is toch awesome. En het gaat me vooral om deze mensen. Want als je met deze mensen. kun je zo rijk worden met emeralds. Want als je soms. Uh, geef je iets 20 papieren en heb je een emerald. En oh, mensen. Dat is vet. Maar ja, even een update en. Uh... Ja, de village. Ja, dit is een, uh, nogal een long uh, term project. Even uh, long term. Gewoon een uh, project dat uh, moeilijk af te komen is. Als je vaak van waarom ik op, uh, fast heb gezet. Omdat gewoon... Ik lag op dit moment een beetje. Ik kom vast voor de versie of zo Ik zit niet in de snapshot. Omdat uh, de paarden de spawnen nog niet. En ik heb het dan niet nodig. Om uh, in de snapje te gaan spelen. Dus ik blijf gewoon eventjes in 1.5. Maar komt waarschijnlijk... We even denken. Deze video komt op donderdag online, dus er is waarschijnlijk al op de tijd dat jullie het kijken is er al een nieuw snapshot. Dat is nu dinsdagavond. En uh, morgen komt er een uh, PvP uh, filmpje voor jullie uit. Voor jullie zoals het gisteren. Genoeg uh, dom gepraat. Eventjes terug. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho! Ik kan me nu iets herinneren. Ik zei net iets over de uh, Village, en ik zei dat het een uh, lange tijd project is en dat hij nog geen het af is. Ik wil wel een keer een soort van uh, livestream gaan doen en dan uh, het gaan bouwen. Maar ik weet niet of dat wel zo leuk is. Ik moet eerst weten of ik het eerst uh, aan de livestream uh, klaarzet en zo. En, hehehe, uh, <laughs> zit hij nog steeds. Ik heb nog steeds geen goede naam. <coughs> maar ik denk dat ik het zelf weer ga verzinnen. En ik ben echt verkouden, dus van sorry daarvoor. Maar ja, ik heb wat leuke dingen in mijn inventory. Ik heb wat scharen, ik heb X uh, die meestal gewoon opgeborgen. Maar ja, um, wat ik wil gaan doen. Ik, ik wil de jungle uh, gaan weghalen. Gedeeltelijk platbranden omdat ik een dierentuin wil gaan maken. Want je weet, er komen heel veel nieuwe mobs bij. Zoals bijvoorbeeld paarden. En het leek me een keer leuk om een soort van galerij. Een soort van. Hé, nee, ja, ging aan. Daarom kan ik misschien hier wel eens wat lekker. Wow! Dat zijn veel pompoenen. Maar ja, het leek me een keer leuk om een uh, dierentuin te maken. Als een soort van. Uh, galerij-expositie. Achter iets. Dat, ik zei niet galerij-expositie, maar galerij-slash-expositie. Voor uh, om te laten tonen welke dieren zijn in Minecraft. En dat is niet echt een heel serieus project. Maar dat is gewoon meer voor de lol. Je hebt er een. En dat is, en dat is het, en het hebben van een dierentuin in je Minecraft wereld. Dat is wel aardig vet denk ik. Dus ja, uh, laat ik even hier langs gaan. Over de vette brug heen. Mijn mooie hangbrug. Mijn eigen ontwerp. En dan uh, gaan we daar naartoe. En ik wil meer een jungle maken. Want je weet, eigenlijk is dit een beetje het farmgebied. Hier komen alle farms. Oké, okay, hij is niet meer aangegaan. Ik hoop morgenochtend wel. Weet je, hier zit het gedeelte met de farms. Hier de sugarcane farm, farms. Hier uh, de boerderij. Hier komen nog veel meer. Maar het gras is in de jungle zo verschrikkelijk mooi. Dus ik wil het gewoon in de jungle maken. Omdat het gewoon veel beter daar is. Dus ja, ik ga nu eventjes de jungle omkappen. En waarschijnlijk. Uh, uh, het gedeelte wanneer ik weer terug ben is waarschijnlijk alweer op een woensdag. Omdat dit gaat zo lang duren. Het is al over 10 minuten begint een. Uh, een uh, misdaadserie. Um, en die wil ik graag gaan kijken. NCIS. En. Vandaar dat ik. Dat je dat, uh, dit volgende. dacht ze zijn. Maar ondertussen als ik opneem. Ga ik. Uh, ondertussen als ik. Uh, die, uh, dat kijk. Ga ik gewoon. Nee, Deze hele jungle weghakken. En ja. Uh, ik ga er geen time lapse van doen of zo. Want dit, dat is gewoon te veel opneemwerk. En ik heb een keer gehad. Als ik langer dan anderhalf uur opneem. Dan. Is de, is, uh, de kans gewoon. Dat mijn opname crasht. Is een paar keer. Is een keer uh, gebeurd. Tijdens uh, mijn 500 subspecial. Dat is bij de way de. Uh, hoe Noem je het? Uh, de, de Bingo Challenge. En die ga ik misschien wel een keertje binnenkort wel doen. Maar. Ja, is, dat is echt zoiets zo van. Dat moet, dat moet iets speciaals zijn. En ik ga bij de way deze materialen gebruiken. Voor de dierentuin. Maar ja, um, bij de way. Elk dier komt erin. Er komen wolven in. Maar uh, gewoon getemde wolven. Uh, varkens komen erin. Euh, schapen komen er van elke kleur eentje, er komen koeien in, er komen moose rooms in, die ik nog niet heb, maar die ik ga binnenkort op een keer op zoek, want zoals je weet in episode five, nee, 67 gok ik, ging ik, we euh, waren een willekeurige plek, was in een enorme grote oceaan, en daar hebben we en omdat, het zo groot oceaan, met, 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 met renders extreme, ik bedoel, met, met, met render distance extreme, kon ik geen land vinden. Dus, mijn gevoel zegt dat is een enorme oceaan. Dus daar is waarschijnlijk een mushroom barm. We um, gaan. <coughs> ik wil niet van jullie dat um, een van jullie de coördinaten geeft van een mushroom barm. Het gevolg daarvan is dat, je, dat ik je ga blokkeren omdat je niet hebt. Omdat je iets hebt gedaan dat ik niet wilde. En dan ben je geen echte kijker van mij, vind ik. Dus. Dan zal ik je blokkeren. Dus ja, uh, verder komen ook nog. Uh, uh, maar ik er over kippen in? Komen er gewoon in. En er komen paarden in. Als ze, als ze gewoon spannen. Er komen skeletons, uh, villagers, zombie villagers en pigmen in. En hoe ga ik die erin krijgen? Nou, weet je waarschijnlijk nog niet. of wel. wanneer je een. Uh, Even die mobs een item geeft. En die houdt in zijn hand of armor geeft. Dan die spawnt die nimmer. Net als uh, koeien en kippen en zo. Dus dat ga ik dus ook doen. En. Hoe ga ik ze ooit daar krijgen? Nou, wanneer je een mob een helm geeft. Dan verbrandt hij niet door de zon. Dus zo ga ik het allemaal doen. Het Gaat wel een tijdje kosten. Bijvoorbeeld, als ik gewoon de skeletter toe loop. Ik geef er een helm. En ik loop gewoon uh, langzaam hier langs. En ik neem hem gevangen. Dat gaat, dat gaat best wel makkelijk worden. Maar het vinden van een zombie villager. Denk ik denk ook wel. Want ik ga gewoon een, een uh, villager laten infecteren van mij. Ik heb er geen problemen mee. Maar ja, dat wordt een, uh, denk ik een heel leuk project. En verder kunnen er geen enkele dieren in komen. Want geen enkel dier kun je. Uh, zo. Uh, ik kunt geen creeper uh, gevangen nemen, want die, die spawnt gewoon. Maar ja, ik heb nu genoeg gepraat en uh, ik ga even die jungle weghalen. Dus een uh, heel groot gedeelte ervan. En dan uh, zie ik jullie zo. Oké, okay, ik ben er weer. dus is alweer een dag later. En waarschijnlijk klikt mijn stem nu veel beter. Dat komt omdat um, ik heb heel veel mijn neus gesnoten vandaag. Dus ja. En ik ben nu even bezig met de rivier weer. Ik um, ik nog steeds geen naam heb. Maar dat komt wel. Dat uh, heb ik ook in een episode al gezegd. Maar ja, um, even wat opvullen met water. Want het uh, gaat veel sneller dan uh, buckets. Dus ik moet toch al een keer een goede techniek hebben. Om het op te vullen. Want dit gaat echt heel traag. Eigenlijk. Want ik weet dat in nieuwe plaatsen. Het uh, gaat helemaal zo dus snel, maar ja. Oké. Okay. Kijk, dit bedoel ik. Als je helemaal zo'n moment hebt, nu gevuld, hij zich helemaal op. Als je eenmaal één infinite. Oh ja, dus het is het waar ook. Als je eenmaal één infinite source hebt, dan vult het zichzelf helemaal op, eigenlijk. Zoals dus ik hier. Dit doe. Oh, ehm. Um. Ik kan natuurlijk niks plakken. Um. Dirt. Ehm. Um. Ik had dirt hier. heb... Ik blokkeer dit even. Ik heb hier infinite source. Maakt dat infinite opeens. Hmm. En dit maakt. Ja, dit gaat ook een beetje. Nee. Kijk, hier gaat hij weer stoppen. Omdat hij. Er uh, zit een beetje een. wat relief in. En daarom. Uh, kijk, dit. Zoiets wil ik wel hebben. Ziet er wel vet uit als hij een beetje naar beneden gaat. Want. Uh, hier gaat de rivier een eindje omhoog. En daar gaat hij weer naar beneden. Dus hier zit lekker verhoging in de rivier. Dat leek me wel uh, vet. En ja, ehm. Um, ik heb. Dit moet ik nog even een keer doen, maar dat doe ik wel offline een keer. Offline, of cam. Maar ja, um, ik ben even bezig werken. Zoals je ziet hier. Oh. Ja, dit hebben, dit hebben al die ooslots gedaan. Want, uh, um, Op leaves kunnen we volgens mij geen mobs spannen. Omdat het een uh, transparant blok is. En zie hier begint de jungle biome. Dat kun je hier zien. Staat links. Uh, oh nee, forest biome is het nog. Hier zie je jungle. En ja. Hier was eerst allemaal bomen, planten, gras en ferns. Fijn. Uh, nee. Ferns. En vines En uh, boomstammen met van die. Uh, hier al helemaal bedekt met bladeren was dit gedeelte helemaal. Ik had allemaal verwijderd. Het is, uh, ik moet nog wat uh, verwijderen. Maar dat wil ik met shears gaan doen. Ja, dat is dit hele gebied hier. Ik kan ik ook al helemaal leeg halen. Maar dat ga ik met waterbukkers doen. Want dat gaat iets sneller. En ik heb dit allemaal als aan gras verzameld. Nog wat heel veel saplings. En het hout. Wauw. Heel veel jungle hout. En er is continu spannen hier chickens. Of uh, kippen en uh, katten. Zo grappig. Dus er zijn heel veel katten. Dus uh, Ja, daar is eentje. We lopen allemaal wel een beetje weg. Er waren net nog een stuk of uh, vijf, maar. voor mij kunnen die wel die spannen. En normale katten niet. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ja, ik wil dit uh, schiereilandje nou niet echt. Dus op dit gebied, dit uh, junglegebied, tot en met uh, daar en zo en hier, wil ik dus uh, de dierentuin maken. En ik ga eventjes wat dingen neerzetten. En dan kunnen we een uh, beginnetje maken. Want dit wordt uh, gewoon een project waar we net als. Uh, waar we gewoon een paar episodes mee bezig gaan, net als dat uh, eiland. En uh, ja. Dus uh, ik ga even dingen klaarleggen. Hmm, ik zie al wel daar. Richten. Iets omhoog. Los. Ah. Hey, enemy Wat een lul. Gaat die een beetje voor mijn arrow staan. Die was raak. En. Oké. Okay. Uh, voordat ik toch even dit klaar ga Wil ik uh, nog even iets anders uh, gaan bespreken. Als het ware. Um, je weet dat ik uh, die brug daar een keer heb gebouwd. Die dat, dat, uh, links, ding, links onderin letten. Dat is een macro keys mod. Die heb ik nodig voor world edit. Voor uh, mijn, uh, kijk, als ik dit even doe. Zie je? Dit heb ik nodig voor Wild Edit, voor mijn uh, mapmaking gedoe. Maar ja, um, zoals je ziet, ik heb hier een keer een brug gemaakt met een treinrails eroverheen. En de bedoeling was dat vanuit mijn basis, daar onderaan, zo, gewoon, dat is eigenlijk gewoon letterlijk onder deze Beagle Straal, onder de Storage Room, dat daar een uh, station komt. En die komt er nog steeds, maar dat wil ik binnenkort na dit project doen. Want ik heb al een tijdje vier grote projecten gehad. Het ene was. De um, ja, station. Het andere was de village. De ene was, het andere was de mobspanner. En de andere was dat, uh, het ondergrondse ...overworld bij de tree farm eromheen. Waar ik nu best wel mee bezig ben. Want ik heb dus een paar jaar geleden. Heb ik daar. Uh, uh, toen ik die trap maakte. Heb ik die Went-trap. Of uh, die echt Toen ik die trap daar maakte. Heb ik daar ook een heel groot gedeelte bij gebouwd. Dus het, het gaat de goede kant op. Dus ik ben een beetje aan mijn project samen aan het doen. En het station dus komt dus later wel. Maar ja, um, om natuurlijk bij de dierentuin te komen. Ik heb hier een hele mooie loopbrug. En voor mij is hier iets mysterieus of zo. Of nee, niet. Ik heb deze, by the way, deze zelf bedacht. Deze brug. En ik heb nog een andere wereld gebouwd van mij. Dat is de oude Let's Play-wereld. Van episode 1 tot en met 4. Maar ja, um, ik wil wat met dit gebied doen. Ik wil hier een soort pad laten aanleggen. Of uh, laten aanleggen, zelf aan gaan leggen. Ja, waar is die skeleton? Waar is die skeleton? Daar. Mis. Waar is hij? Waar is hij? Oh, hij is dood. Oh ja, de vuurwerkspanner -so vuurwerk is toch aan. Lol, vuurwerkspanner. Ik bedoel, uh, vuurwerkshow. Staat nog aan. En ja, ik ga zo even enchanten, ik weet het. Maar ja, wat ik wil nog gaan doen, ik wil hier. Uh, is het track ook doorverbinden. Maar ik wil jullie uh, beslissing hier even over hebben... ...of jullie mening. Um, moet ik deze track... ...die ik hier uh, lopen, ...die ik hier langs ga laten lopen, doe ik... ...zou ik die hier over deze... Uh, uh, ...langs deze brug... Uh, uh, ...sorry mensen... Um, ...zou ik die hier aan de zijkant laten lopen... ...dat ik hier uh, dit allemaal verhoog... ...en dat ik deze even weghaal... ...omdat hier de track overheen komt? Of zou ik daar een aparte brug verbouwen ernaast... Wat ik, niet de, wat ik denk dat het niet zo mooi was. Of zou ik het ondergrond doen? Ik denk dat ik het dan zelf wel weet dat ik hem gewoon hier ga aanleggen. Of nee, aan deze kant. Dat hier de treinroos gaat lopen. Moet ik hier nog wat uh, slabs op plaatsen? Want anders kan het niet. En die gaat dan hier langs lopen. En ik denk dat die. Uh, nadat hij de brug af is gekomen, dat hij een beetje omhoog gaat. Dat er een soort van monorail wordt, als het ware. Gaat hij hier overheen op een hoogte. Gaat hij daar naar links. En dan komt op elke uh, splitsing kun je... Dan doe ik als het ware eventjes een stop. Kun je naar links gaan naar de dierentuin. Of bijvoorbeeld uh, naar rechts naar de bergen. Want ik wil gewoon naar elke biome een track laten lopen. En ik heb duizend blokjes verderop ook, een ook een, uh, nog een andere jungle biome. En daar heb ik een uh, jungle temple in. En... Heeft hij iets in zijn hand? Nee. En bij die jungle temple kon ik een track naartoe laten lopen. En ik moet nog even iets laten zien. Dat is hier. Wat wel uh, vet is. Wij horen jullie al iets. Um. Want ik heb... Ik zei ze pas uh, nog deze episode. Dat ik een zombie villager nodig heb. Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb er al een. Nu al. Um, Oké. Okay, um. En hij kan niet despannen. Heb ik voor gezorgd. Hier is hij. Een zombie villager. En hij heeft een schaar in zijn hand. Dat zie je daar? En ik het was heel leuk, want ik wilde net het, uh, het bos gaan mollen. En toen opeens stond hij daar zo voor me, een Zombie Villager. Ik had, uh, net een, ik had twee scharen in mijn inventory. Dus ik gaf hem een schaar en ik uh, liep het huis daar binnen. En ik, ik liep de trap op. En, en dan meteen naar beneden. En toen was hij uh, gevangen in het huis. En dat gaat dus nooit iets spannen. Mits, ik uh, op uh, ga. Maar dat ga ik dus nooit doen, want dat is uh, stom. Maar ja, eh. Um, dus ik ga hier even het nu voorbereiden. Maar ik denk dat de episode al lang genoeg is. Dus ik zie nog wel wat ik er kan uh, gaan doen. Maar ja, anders. Uh, alvast tot volgende keer. Als ik dus niet verder ga. Oh, en daar ging de farm net aan. En. Hij werkt aardig goed, moet ik zeggen. Want. Uh, dit is al toen ik uh, begon met het bos te mollen. Ik had overigens uh, maar een half uurtje over gedaan. Er zat hij nog maar één stack in. En. Even kijken. Ja, het glitst soms wel een beetje weg. Maar ja. Ik ben hard tevreden over, want. Misschien geeft hij niet superveel per harvest. Misschien. Meestal. Een halve stack ongeveer. Want het soms een ding ook wegglitschen. Maar nog steeds, als ik hier uh, in dat gebied ben. Dan is het gewoon een hele goede. Bronnen. Voor. Uh, zoek ik een. Want ik heb echt heel veel nodig, want hiernaast komt het grote tradingcentrum het, het, uh, trading, uh, en zo. Maar ja, uh, ik zag dat ik, nog maar, dat ik nog maar iets van 18 minuten bezig ben. Intussen tijd al uh, langer, weet ik wel zeker. Maar ja, um, dus ik wil toch even dit gaan uh, laten zien. Hoe ik het bedoelde. Dat ik uh, zo'n laagje op ging zetten. Want als je weet, uh, je kan niet tracks hierop plaatsen, maar wel hier. En dat ga ik dus ook doen. En ik moet wat dingen wel aanpassen. Maar dit is een transparant blok. Dus hier uh, krijg je geen uh, damage van. Ik vind het stom dat ik. ik, ik Eigenlijk hebben we nogal een hekel aan het gebruiken van Engelse woorden, terwijl er een Nederlandse woorden voor zijn. Bijvoorbeeld, ik zeg nu damage, maar je hebt, er is al een woord uh, scha uh, schade daarvoor. Dus ik heb er zelf een hekel aan, want ik zeg ook niet. Uh, um, je bent. Ik zeg niet uh, gebend, maar ik zeg. Je bent verbannen. Met uh, ver dubbel N in ieder geval. Want. Uh, ik zie, ik zie het nu niet in het gebruik van Engelse woorden, want er zijn al Nederlands voor. Dus ik zeg ook niet zo van. Uh, ik heb je gejaild of, ik ben, of uh, zoiets. Maar ik heb je, even, ik heb je in de gevangen gezet, weet je wel, bij sommige servers. En, maar ik zeg wel, je bent gekickt, want um, als je zegt: ik heb je, even uit, ik heb je geschopt. dan weet bijna uh, niemand zo, wat uh, dat je kicken bedoelt. Dus ja, even mijn mening daarover. Want ja, ook, ik, 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 ik uh, erger me ook mateloos aan mensen die zeggen: um, uh, Hij zei, uh, maar het is gewoon zij. En niet uh, het lange ei. Ik, ik bedoel, ik, ik ben geen perfectionist ofzo, Maar ik, ik, ik kan me er gewoon aan ergeren. En ik kan me ook wel gaan ergeren als mensen niet zeggen: Ik erger me aan. Maar ik irriteer me aan. Want dat ik kan niet. Maar als, men, als jullie dat echt totale onzin vinden, dat ik me daarover. Uh, Zorgen maak. Dat ik me daarover verwonder, kun je ook zeggen. Dan uh, negeert gewoon leven mee. Want uh, ik kan het dus niet heel goed tegen. Maar ja, uh, ik heb wel een idee ge voor de monorail. Of uh, een soort ja, monorail-achtige trek. En dat uh, wil ik dit gaan doen. Even kijken. Ja. En dan even omhoog. Dun -dun. Weer een. Dun -dun. Het is wel een helm om dit te plaatsen, by the way. Ik zeg wel oh, ook oh, by the way. Maar je hebt je je al Nederlands ervoor. Dat, of uh, niet echt Nederlands. Je hebt een Latijn. Uh, Latijns woord ervoor. Dat heet apropos. Dat schrijf je apropos. Ap, uh, maar als je dat zegt. Dat uh, niemand die dat verstaat. Niemand die uh, Een idee hebt waar je het over hebt. Dus ik zeg wel wel by the way. En andere afkortingen ook. Dus ja. Yeah. Even mijn frustratie over die. Uh, dingen. Maar ja. Yeah, ehm. Um, dus ik wil dit dus zo gaan doen. Moet ik even kijken. Oh, by the way. Ik, heb, ik, ik, ik hou van symmetrieën. Dat weten jullie vast ook wel. 1, 2, 3. 1, 2. Zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Zo. Dus dit is eigenlijk als idee gewoon. Uh, niet altijd moeilijk doen. Ik ga misschien. van zulke sters aan de zijkant doen. En nu ik erover denk. Dan. Even kijken. Dit blijft natuurlijk niet zo. Ik ga. Het zo doen. En zo. Dan en die weg. Het is best moeilijk om met slabs te bouwen. Dat uh, ervaar ik veel. Dat het gewoon lastig is. Want je kent vast wel de Red Power Mod. Heb je echt zo'n enorme. Heb je zo. Niet enorm. Heb je een ingame uh, UI, uh, ui, dat is een, uh, inter een uh, user interface, oftewel, bijvoorbeeld als je het zo in je hand hebt, dan zie je van die ghost blocks, dat, dat, dan zie je zo'n ghost block als het ware, of je ziet zo'n ghost block, en dat, heb, dat vind ik wel handig, maar dat gaan ze dus nooit toevoegen in vanilla, dat weet ik al zeker, en dan moet natuurlijk nog de levers komen, en die komt natuurlijk hieronder dan, dat staat eventjes niet uh, heel mooi, ik kan het beter zo doen, en hoe ik het verder wil gaan doen. Want als ik dus aan die zijkant... Um oh, dat is ook zo'n uh, rotwijk om te plaatsen. Um Oké. Okay. Sommige dingen zijn er zo... Oh. Oh ja, wacht. Dat is een uh, normale blokhoogte. Dus... Uh. Zo... Kijk, zoiets, dacht ik. Kijk, uh, Als ik het ga doen... Dan... Even kijken. Dan is het natuurlijk wel een beetje lelijk dat... Um, dit niet in het midden van deze weg zit. Zo, dat het als het ware... Deze, deze weg hier is drie breed. Dit is drie breed. En dan zit het een beetje... Half er niet op, maar... Hmm. Weet je, ik zie wel wat ik mee ga doen. Maar in ieder geval, aangezien ik niet meer heel veel tijd heb... Um... Om iets te recorden, want ik moet over 20 minuten na drumles. En ik vind het een lang genoeg episode geweest. Want ik wil nooit langer doen dan 30 minuten. Want ik weet, als het te lang wordt, dan gaan mensen het, uh, dingen skippen. En dan voel ik me ook een beetje, als verwaarloosd door jullie. En dan, dan, dan is het uh, een beetje een demotivatie om filmpjes te maken. Dus, daarom wil ik de episode nu stoppen. Dan gaan we volgende keer verder met uh, de dierentuin. Daar komen er twee episodes, denk ik. Want ik wil... Niet al te lang over, uh, over uh, aan, aan werken. En dan maak ik dit nog even offline uh, of cam af. Gewoon dit pad hier en zo. Wat belichting met glowstone. En ja. Ik wil verder geen beloftes maken. Maar wat ik wel kan beloven is dat we over een paar episodes gewoon verder gaan met het station en zo. En daarna het treden gedoe een keer gaan doen. Misschien wel zelfs wel tussendoor. Maar ja, uh, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken van deze episode. En nog even een opmerking. Uh, ik ga, by the way, uh, by the way, ga ik weer bijdoen, zeg. Um, ik ga al de tracks, denk ik, gewoon zoveel mogelijk bovengronds doen. Ik heb wel twee ondergronds, dat zijn die, uh, niet echt tracks, maar ik heb wel één track. Dat gaat van de, gewoon station, ik wil gewoon uh, de beacon, tot aan daar, tot de, de strip mine. Die ken je vast wel. Heb ik in episode 47 gemaakt, gokje, of uh, 54, of 53, ik weet het niet. En ook naar de caves bij de farm die daar ergens is. Bij het huis. Oude huis. Die zit ook ondergronds. Maar bijvoorbeeld de tracks dus hier naartoe. Naar de. Al andere villages bij de spawn en zo. Want ik ga ook eens een track daar naartoe maken. Is wel 500 blokken lang. Maar ja. Die ga ik allemaal bovengronds doen. Want het is veel leuker als je dingen zichtbaar hebt dan verborgen. Behalve Redstone dan. Maar ja. Um, ik wil niet to off topic raken. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken van deze episode. En tot de volgende keer Oh yeah. Wacht, wacht. het ziet er veel beter uit. Oh yeah.